is heel eng, jongens. Ja, dat is goed, ik kan niet zo goed naar achter kijken. En krijg je daar een beetje een kick van ook dan? Ja, je krijgt altijd een kick van natuurlijk. Welkom bij Foodmakers, het programma dat gaat over ons voedsel, van boer tot bord. En vandaag zijn we in de Betuwe. En als je Betuwe zegt, dan zeg je kersen. We gaan vandaag natuurlijk ook weer koken en José gaat iemand verrassen met een etentje. We zijn op bezoek bij Aart Blom. Hij is kersenteler. Het regent dat het giet en het waait als een gek, maar we trekken er toch op uit. Aart, het is hondenweer, maar we staan wel tussen prachtige mooie kersenbomen. Waarom heb je hiervoor gekozen? Ja, kerst is gewoon, ik ben erin opgegroeid vroeger. Er stond de hele Betuwe vol met kersenbomen. En het is gewoon een heel mooi product. En kersentelen, hoe gaat het in zijn werk? Is het een pitje in de grond en komt er een boom uit? Zo ging het vroeger wel, maar tegenwoordig gaat het heel anders. Ouderwetse kersenbomen groeien op eigen kracht tot 15 meter hoog. Maar ja, dat is onhandig met plukken en dus eigenlijk ook verleden tijd. Tegenwoordig hebben we een groei, een onderstam. En daar wordt de variëteit opgezet. Dat kun je hier eigenlijk zien. Dit is de groei. En hier komt het soort op. Ja. En daardoor blijft die boom kleiner. En daardoor is het plukken natuurlijk goedkoper. En wat we ook nog gingen doen, zijn die kersen overkappen. En al deze mooie kersen aan die boom, dat gaat niet vanzelf, denk ik. Hoe gaat het in zijn werk? Je hebt altijd twee soorten kersen nodig voor de bestuiving. Dus die boom gaat helemaal vol met bijtjes. En die bijtjes die vliegen eigenlijk bij 17 graden. Maar we zetten er ook nog hommels tussendoor. Want die beginnen al bij 10 graden te vliegen. Oh, kijk. Dus als je een heel koud bloeiweer hebt, ja, dan zijn er de hommels. Ja. Het is nu heel erg de tijd voor de kersen, maar het is ook heel erg de tijd voor de tuinbonen. Dus we gingen even kijken bij de oogst. Het is juni en de tuinbonenoogst is in volle gang. Zelfs scholieren helpen mee. Vroeger werd de tuinbonen op grote schaal gegeten, maar sinds het midden van de vorige eeuw steeds minder. Dat is jammer, want ze zijn echt fantastisch lekker. Zo denken Jolanda en Edwin Eikemans er ook over. In het prachtige Brabantse land verbouwen zij al generaties lang deze bijzondere boom. De tuinboon is een hele mooie groente die makkelijk groeit. Kijk eens, een muntje. Alsjeblieft. Aan de kinderen uit kan leggen hoe het werkt. Er zitten in ieder geval minpunten aan. De klanten vinden hem lekker om uiteindelijk door te verkopen. Het heeft heel veel positieve aspecten. Wij kopen de zaad in en de speciale tuinbonen van het ras, de boontjes die erin zitten, die zijn, als ze rijp zijn, dan zijn ze wit. Maar als ze eruit haalt en je doet ze koken, dan worden ze bruin. En wij persoonlijk vinden dat ook een lekkere boon. Want als je de bonen hebt die wit blijven, die zijn meelderiger. En dat is toch anders van smaak. Dus, hier komen ze van heinde en verre voor. Ja. In Nederland wordt er jaarlijks zo'n 3 miljoen kilo tuinbonen geoogst. Als je een plant, hebben we getopt. En dat wil zeggen, we hebben elke plant het hartje eruit gehaald. En dat is het teken dat je niet verder omhoog groeit. Dan gaat ook alle voedingsstoffen die gaat dan naar de bonen. Als we dat niet zouden doen, dan zou die plant gewoon doorgroeien. En dan kan die makkelijk zo 1,5 meter hoog worden. We hebben een niet te grote oppervlakte. En daarom hebben we gekozen om de bonen te oogsten met onze handen. En dat gebeurt in samenwerking met de scholieren. Wij hebben in onze gemeente nog heel veel scholieren die graag een centje bij willen verdienen. En dan krijg ik mijn bonen af en hun zijn ook tevreden. Vers van het land zijn tuinbonen natuurlijk op hun lekkerst. Daar weet Jolanda alles van. Vanuit de winkel verkoop ik vaak vele kisten in het begin van het seizoen. Omdat je dan de eerste tuinbonen hebt. En dan heb je de tuinbonen die mensen het lekkerst vinden. Dan zijn ze jong. Tuinbonen zijn een heel veelzijdige groente. Maar wat ook heel lekker is om ze dubbel te doppen. Dan kan je het buitenlaagje eraf halen. En hou je een heel mooi groen boontje over. Hier liggen die lekkere tuinbonen. Ik ga er een salade van maken. Ik begin met de tuinbonen doppen. En dat doe ik om het kontje, dat knak ik altijd een beetje om. En dan komt er een soort van sliertje naar beneden. En dan kan je hem heel makkelijk zo openklappen. En dan wip je zo de boontjes eruit. Het is altijd wel een beetje een priegelwerkje hoor. Wil je het recept weten en zelf ook maken? Ga dan naar onze Foodmakers website. Nu ga ik beginnen met het hakken van de lenteui. Die kan alvast in de bak voor de salade. Samen met de kruiden, bijvoorbeeld
basilicum. En hak het een beetje grof. Zo. Kan er ook bij. Little jam. Het kontje natuurlijk afsnijden. En dan kijk ik altijd even of de buitenste blaadjes wel mooi genoeg zijn. Deze vind ik niet zo heel erg mooi, dus die doe ik dan eraf. En dan drapeer ik die alvast een beetje in de schaal. Dan kan ik het alvast een klein beetje door elkaar husselen. Kun je gewoon met je handen doen. Dan heb ik nog hele mooie radijsjes. Dan zie je meteen dat dat iets opfleurt, die mooie leuke kleur. Dan begin ik met de dressing. Die is heel erg makkelijk. Met een beetje citroensap. Klein beetje olijfolie. Doe ik een heel klein beetje honing bij. Goed mengen. Even proeven. Heel erg lekker. Ik ga nu de boontjes koken. En jullie kunnen kijken naar Julia, want die heeft iets heel erg cools gezien. Namelijk sla. Die wordt geteeld op water. Al een aantal jaar wordt in de Kop van Noord-Holland geëxperimenteerd met slateelt op water. En de man die daar alles van weet is Dave Smit. Hallo. Goeiedag. Jij moet Dave zijn. Ja, dat klopt. Hi, dat ben ik. Julia. Hi. Dit plaatje dat kennen we heel goed in Nederland. Maar ja. Jullie doen het op een hele andere manier, hè? Ja, dat klopt. Wij zijn bezig op een innovatieve manier om de bladgewassen uit de grond te telen. Hier staan allemaal kleine slaapplantjes. Wat gaan jullie hiermee doen? Deze potjes die planten we op het water. En hoe innovatief is dit? In de open teelt is het vrij innovatief dat er plantjes op het water groeien. Nou, hier zie je dus de waterteelt. Zoals wij dat doen. Kijk, hier staan dus de plantjes die op het water drijven. Mm-hmm. Het plantje wat we net zagen, wat bij de plantenkweker vandaan komt, planten we in het cupje. En het cupje dat zetten we op deze drijver op het water. En dan groeien de wortels naar het water toe. Je ziet dan heel, heel mooi dat ze de zuurstofwortels aanmaken. En ja. Dit zijn de wortels die in het water groeien en waar ze de voeding vandaan halen. Nou, het lijkt in zijn element dit plantje. Ja, en dat is het voordeel van planten op het water ten opzichte van volle grond. Dat ze hier eigenlijk gewoon stressloos kunnen groeien. Ze hebben voeding altijd, ze hebben altijd water. Dus ze hebben nooit geen probleem. Dus uiteindelijk heb je gewoon een frissere krop die je oogst. Werkte het meteen? Nee, dat is nog steeds een innovatie voor ons. Om te kijken dat we en het juiste systeem hebben dat je optimaal kan produceren. En ja, we komen wel tegen dingen aan van elk jaar heb je weer iets dat je denkt van hé, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. Mm-hmm. En ja, dat duurt gewoon weer een jaar voordat je dat weer kan optimaliseren, zeg maar. En krijg je daar een beetje een kick van ook dan? Ja, je krijgt altijd een kick van natuurlijk. Ja? Ja, ja, op zich. Het is, als je dit ook ziet, ja, dan kan je één keer maar zeggen van ja, dat is toch genieten. Hè? Zo'n mooi gewas als er staat, krijg je altijd een kick van. Maar als ik hier naar kijk, dan krijg ik toch nog niet echt een waterig gevoel. Nee, dat klopt. Dus als je zo kijkt, dan zeg je van ja, het staat gewoon in de tunnel, in de grond. Ja. Maar goed, dan zal je uit de brand helpen. Kijk, hier heb je dan een prachtige mooie plaat met pak zooi. Ja. Met de mooie wortels die eronder staan. En deze groeien dan hier in het water. En in dit water zit alles wat ze nodig hebben qua voedingsstoffen en... Ja, en dat is ook het voordeel van water, dat je precies kan geven wat de plant nodig heeft. Dus je kan eigenlijk nog maatgericht groenten produceren. Dus hier zijn we bij het eindproduct, zoals je ziet. Dus deze kroppen die zijn nu klaar om te oogsten. En hier heb je dan een eindplaat. Mm-hmm. Dit is die plant met een wortel. Mm-hmm. Dan halen we het cupje eraf. En dan draaien we die wortels er nog af. En dan heb je in principe een plant met een kluit. En dit is blijft langer goed in de winkel, dus een langere houdbaarheid. En als je thuis komt, kan je het nog rustig op de aardig zetten. Kan je elke dag een lekker blaadje plukken. Wat fris en vers is. En zonder zand, dus je kan het zo eten. Mm-hmm. En lekker. En lekker. Knisperig. Ja. Zouden in de toekomst veel meer gewassen op deze manier geteeld kunnen worden?
Die ontwikkeling gaat door, een weg terug is er niet meer. Het idee van op water telen, dat gaat gewoon door. Vol frisse moed. Vol frisse moed. Kersen plukken is een kunst en Aard gaat mij dat leren. Nou, je pakt ze, in principe pak je het takje. Oh, hier kunnen we misschien een mooie. Ja, je pakt ze bij het steeltje. Ja. En dan knik je ze eigenlijk omhoog. Maar dit wordt echt ongeveer één voor één geplukt. Ja, klopt. Het is ongelooflijk veel werk. Ja. Heel arbeidsintensief. Jeetje. Ja, kijk, en het is de bedoeling dat je niet dit hele dingetje eraf pakt. Zo. Want hier zo zitten de knopjes voor volgend jaar alweer. En die hoogstambomen, bestaan ze nog? Ja, die bestaan nog wel. We hebben hier vlakbij in de buurt nog een stukje hoogstam. Ik wil op een ladder staan, dat begrijp je wel. Dan gaan we daar kijken. Ja? Zo. Ik ben benieuwd. Zometeen gaat José iemand verrassen met een etentje, gaan we lekker koken met tuinbonen en kersen en ga ik ouderwets kersen plukken. Oh, dit is heel eng, jongens. Tot straks. Hoi, daar zijn we weer met Foodmakers, het programma dat gaat over ons voedsel, van boer tot bord. We zijn bij Aard Blom, hij teelt kersen in de Betuwe. José Polonio gaat zometeen iemand verrassen met een etentje. Ondertussen waait het hier ontzettend, maar dat maakt helemaal niks uit. De tuinboontjes heb ik gekookt en zijn al afgekoeld. Dan meng ik die samen met de dressing. Zo. Nu kunnen de bonen over de rest van de salade. En ik meng altijd met mijn handen. Lekker met verse kruiden ook. En als laatste de geitenkaas. Die brokkel ik er gewoon overheen. En dan is de bonensalade klaar. Met kakelverse tuinbonen. Wil je het recept weten en zelf ook maken? Ga dan naar onze Foodmakers website. Ik heb natuurlijk ook kersen geplukt, dus daar ga ik iets lekkers van maken. Namelijk een salade met kersen, een charlotte voor in de dressing, walnoten, bietjes, gorgonzola, gemengde groene salade, balsamico, mosterd en een beetje piment. Ik begin met wat kersen te hakken voor de dressing. Kersen mogen in een bakje. Flinke dot mosterd erbij. En een charlotte ga ik nog hakken. Dan kan een klein beetje balsamico zijn. Het gaat er om alle ingrediënten bij elkaar en dan goed husselen. Piment. Zo, proeven. Lekker. Ik heb het ook een beetje grof gehouden. Vind ik altijd wel fijn voor een beetje een bite. Oké, ik ga het bord opmaken. Ik begin met de salade. We kunnen dan de bietjes overheen. Die heb ik al in plakjes gesneden. Nog een beetje uit elkaar halen. Dan hebben we de gorgonzola. Dat is lekker een klein beetje een kliederboeltje wordt dat. Maar ik vind dat juist altijd wel heel lekker, want dan is hij goed op temperatuur. En lekker zacht en smeuig. Dan hebben we nog de walnootjes. En dan als laatste die hele lekkere kersendressing. Drapeer ik er zo een beetje overheen. Nou, nu hoop ik dat Aard dit ook samen met mij tussen de kersenbomen wil opeten. Oh, ik vind het best spannend. Ik heb hoogtevrees hoor. Ja. Dus ik ga niet al te hoog. Nou, het gaat goed. Oh, het is heel eng jongens. Ja, dat is goed, ik kan niet zo goed naar achter kijken. Je moet voor dit werk absoluut geen hoogtevrees hebben. Wow. Nou, ik heb al behoorlijk wat. Mag ik alweer naar beneden? Ja hoor. Ja? Ja. Wil jij mijn mandje aannemen? Ja. Nou, val niet tegen. Ja. Nee, ben je tevreden? Ja. Nou, ik ga eens even van mijn eigen oogsten proeven. Voor de 100ste keer. Heerlijk. En wanneer zijn jullie dan begonnen om met de kleine boompjes te gaan werken? Ja, dat is denk ik een jaar of 15 geleden. Want dat was echt noodzakelijk? Dat was echt, eigenlijk waren alle hoogstambomen... Ja, er stond nog een enkele boomgaard, die was er nog, maar de meeste waren allemaal gerooid. En het had echt niet veel gescheeld. Het was helemaal verdwenen uit de Betuwe. En nu komen we toch weer helemaal terug. Ja,
Nou, en ik vind het ook wel heel erg leuk om te zien dat er nog een beetje op de ouderwetse manier de kersen worden geplukt. Ja. Nostalgie. We gaan naar José. Hij gaat vandaag weer iemand verrassen en gaat iets heel erg lekkers maken in de keuken. Elke week verrast José Polonio nietsvermoedende mensen met inspirerende gerechten in Mag ik even in je mandje kijken? Vandaag ga ik Dana verrassen. Die is opgegeven door Brenda, haar zus. Ze zijn hier boodschap aan het doen. Ga je nu mee? Dana doet nietsvermoedend boodschappen met haar zus en neef. Ik heb Dana opgegeven omdat ze, nou ja, kort maar krachtig, nooit kookt. Haar man kookt altijd en ze is nu bezig met af en toe een gerechtje uitproberen. Ik zag dit voorbij komen, ik denk dat is inspirerend. Zij gaat wat leren. Ja, ja, ja. Dana. Ja, ik ga weg. Dana. Ja. Toch, Dana? Ja, Dana toch, ja. Jawel, ik heb je gevonden. Hey, ik ben José. Hoi. Ik ben chef kok en ik kom je verrassen. Mag ik even in je mandje kijken? Ja, nou ja, mijn zus, mijn mandje. Ja. Ons mandje. Leuk. Ons mandje. Ik heb gehoord van je zus dat jij wel wat inspiratie kan gebruiken. Dat is met koken. Ik ben geen keukenprinses. Nee? Zou je zo goed kunnen? Ik ga je erbij helpen. Okay. En we gaan vandaag blinis maken met gerookte zalm. Blinis, ken je dat? Okay. Is dat heel dom? Nee, helemaal niet dom. Dus juist goed, want dan ga ik je bij helpen. Oh, oké. Okay. Tijd om het mandje te vullen met heerlijke ingrediënten. Ik ben overvallen. Ik heb geen idee. Ik ben helemaal geen keukenprinses. Niks. Dus ik laat het over me heen komen. Ik heb nog een verrassing voor je. Jij hoeft vandaag niet te staan. Oh, nou echt super. Ja, ja. Vind ik leuk. Ja, oké. Okay, ik mag wel straks zoenen. Oké, okay, dank je. Ja, ik denk dat we een gezellige middag gaan hebben. Daar ben ik van overtuigd. En José zou José niet zijn als hij niet met zijn eigen keuken zou komen. Daar is Dana. Hey Dana, kom maar binnen. Oh jezus, ja gaaf. Nee, ik had dit echt serieus niet verwacht. Mama heeft een keuken. Tijd om aan de slag te gaan. De blinis gaan we vandaag maken. Blinis is een klein pannenkoekje met gist erin. Dus daarom gaat hij souffleren. Jij mag de bloem gaan afwegen. Dus ja? 100 gram bloem, 300 milliliter melk. Die gaan we verwarmen tot 40 graden. Dan gaan we gist aan toevoegen en laten het eventjes aan de kant zitten. En dan moet dat gaan gisten. Hij gaat groeien, zeg maar, in het beslag. En dat doet gist. Oké. Dan doen we even gewoon tot 40 graden. Zie je hoe snel dat ging? Ja, dat kan net zeggen, maar... Dan gaan we dit eventjes laten gisten, zeg maar. Terwijl het beslag gaat reizen, reist José af naar West-Friesland, waar de lekkerste groene kruiden voor Dekamarkt worden geselecteerd door de teler. Ik ben in West-Friesland bij Buisman Kruiden. Jeroen, de jongste teller van de familie, die gaat mij de lekkerste basilicum laten proeven van Nederland. Wij telen hier verse kruiden op een duurzame wijze en met respect voor de natuur. De grond die je hier ziet, een luchtig bedje waarop het kruid perfect groeit. Dat hebben wij met liefde en passie hebben we dat samengesteld. Wij zijn ondertussen de vierde generatie. De informatie is van generatie op generatie overgebracht. En onze potgrondmengsel zorgt er natuurlijk voor dat de kruiden een goede start maken. Waarna ze dus iedere dag op de juiste manier worden verzorgd. Het water komt altijd van onder. De kruiden nemen op wat ze nodig hebben. En vervolgens zakt het water weer weg. Waardoor dus de vochtbalans in de plant dus goed blijft. Het zijn prachtige planten en het is ook een hele lekkere smaak zit eraan. Dat is pure vakmanschap. Je moet het in de vingers hebben. Terug bij José en Dana, die met groene kruiden een salsa verde gaan maken. We gaan een salsa verde maken, daar hebben we heel veel kruiden voor nodig. Normaal maken we dat met peterselie alleen, maar ik ga er gewoon een mix van maken met koriander, basilicum, bieslook, wat knoflook en wat rasp van een citroen en olijfolie en zout en peper. Een bewaartip voor verse kruiden uit een pot. Bodempje water, dus nooit van bovenaf in je pot gieten. Overtollige water wat hij niet meer opzuigt, gewoon weggooien en laten staan. Okay. En dat om de dag doen, dan hou je hem altijd, dan komt hij altijd weer een beetje mooi op. Dus dat is dus de tip om te bewaren. Ja, want ik gooi altijd bovenop er gewoon water in. Maar ik ga hem onthouden. Goeie tip. Ik ga bieslook snijden voor het beslag van in de blinis. Die gaan we straks ook bakken natuurlijk. Dan moet wel eventjes nog het eiwit geklopt worden, ga ik ook doen. In de eiwit doe ik altijd een klein beetje een snufje zout om een mooie stevige te krijgen.
Eiwit is bijna klaar. Kijk, dan zal ik je laten zien hoe je dat kan zien. Als je pieken kan vormen, zie je. Dan is je goed. Oké, nou ja, ik heb de eiwit. Dan ga ik hem eerst eventjes een klein beetje toevoegen. Hier, zodat je een beetje een huwelijk kan maken, hè, zoals het heet. Oh, heet dat zo? Ja, ik kan het even wennen. En op een gegeven moment doen we alles erbij. Ja, daar zijn we aan toe. Proost. Maar waar blijven de blinis? Moment suprême is aangebroken. We gaan de blinis bakken. We hebben de eiwit aan toegevoegd. We hebben de groene kruiden hebben eraan toegevoegd. Je ziet, het is een hele mooie luchtige massa geworden. We gaan ze bakken. Ja, dat gaat goed. Daar komt ie. Ja? Oh ja. Dan gaat ie. Het is heerlijk weer, dus er wordt in de tuin gegeten. De twee koks leggen de laatste hand aan de gerechten. Teamwork zo, hè? Nee, je doet het heel goed. Ja, gelukkig. Felicitats met de salsa. We zijn klaar. We gaan aan tafel. Yeah! Wow! Oh, kijk, nou, dit heeft mama allemaal gemaakt, hoor. De blinis met salsa verde vinden gretig aftrek. Inmiddels zijn we aan het einde gekomen. Van dit moois, daarna blij en wie weet kijk ik volgende keer wel in jouw mandje. Nou Aart. Ja, dat was smullen. Ik ben benieuwd of je het lekker vindt. Nou, we gaan het eens proberen. Dit is dus met de kersendressing en gorgonzola en walnoten en de tuinbonensalade. Oké, ja. Tuinbonen zijn lekker. Nou, dat is echt lekker. Nou. Hm. Jij hebt nog een heel lekker drankje meegenomen. Om in de kerstsfeer te blijven. Om een kerstsapje. Ik wil dat wel eens proeven. Komt het ook van de kersen hier uit de gaard? Ja. Proost. Ja. Zo. Vind je ervan? Lekker. Nou, dit is echt puur, puur kersen. Ja. Heerlijk. Dat proef je. Nou, Aart, heel erg bedankt dat ik vandaag bij je mocht komen kijken. Ondanks de wind en de regen vond ik het echt een superleuke dag. Ik heb ook heerlijk echt genoten. Dankjewel. En nu wil ik ook nog wel even van die andere salade proeven, ja. Natuurlijk. Volgende week gaat het over broccoli. En over een ouderwetse aardappelveiling en overgedroogde tomaten. Tot dan!